Natuurlijk erg interessant als zo'n indrukwekkend dier ineens praktisch aanspoelt voor je deur. Maar ja, de stank, die is ook ronduit indrukwekkend. Echt verschrikkelijk. Volgens mij moet je het eerst echt geroken hebben om te beseffen hoe erg het stinkt. Ja, klopt. Het echt, ik zit ook door mond ademen de hele tijd. Even je neus dicht houden. Ja, het is heel sterk. De geur, helemaal vandaar al. Ja, ik doe even een sjaal ervoor, oké? Het dier wordt eerder op de dag door de kustwacht uit de Maasmond bij Rotterdam gehaald. Daar veroorzaakt het kadaver problemen voor het scheepvaartverkeer. Uiteindelijk komt het hier op het strand van Terheide terecht. Ik ben hier regelmatig, maar dit zie je natuurlijk nooit. Nee, wat vindt u ervan? Ja, sneu dat zo'n beest hier dood ligt. Ja, heel sneu. Wel indrukwekkend, hè, zo'n beest? Ja, het is heel indrukwekkend, ja. Een grote bek en als je die balijnen ziet en alles, dat is heel indrukwekkend. Nou, dat is eigenlijk wel zonde, vind ik. Ik vraag me ook alles af hoe dat er kan gebeuren. Zo'n groot beest, ik denk, waar gaat dat dood aan? En dat is onder meer wat experts van Naturalis morgenochtend gaan onderzoeken. De burgemeester van de gemeente Westland is ondertussen verantwoordelijk voor de walvis. Als burgemeester ben je strandvonder. Dus ik ben nu de trotse eigenaar van dit kadaver. Ja, en wat gaat er mee doen dan? Hij wordt morgen opgeruimd. Ja. Ja, waar komt hij vandaan? Weet u daar meer van? Uit de zee. Bedankt, Einstein. De bergingswerkzaamheden beginnen morgenochtend vroeg. Dus wie altijd al de bijzondere odeur van tienduizenden kilo's rottend walvisvlees heeft willen ervaren, die moet er vroeg bij zijn.